Welkom bij Sensation Massage Praktijk en leuk dat je weer kijkt vandaag. Vind jij het soms ook lastig als je staat om op de grond te gaan zitten? En als je dan op die grond zit om weer overeind te komen? In deze video ga ik je een makkelijke manier laten zien om dat te gaan doen. En belangrijk is het dan om het vervolgens te gaan oefenen, zodat het een automatisme wordt. Zodat je het morgen ook kan doen en volgende week en volgende maand, volgend jaar, over 10 jaar. Dat je nooit onzeker wordt om op de grond te gaan zitten en weer overeind te komen. Beginnen van staan naar zitten. Zet je rechter voet en been voor en je linker achter. Ga niet op de evenwichtsbalk staan, want dan sta je hartstikke onstabiel. Dus voeten op heupbreedte. Ik vind het handig voor de eerste stap om mijn hiel ook een beetje omhoog te doen. Want wat we bij de eerste stap gaan oefenen is helemaal ontspannen richting de grond gaan. Dus je laat je hoofd zakken, je schouders zakken naar beneden. Je brengt je bekken wat naar achter, je benen buigen en je maakt jezelf helemaal rond. En kom weer omhoog. Dus ik laat het even vanaf de zijkant zien. Ik heb zelf mijn hak een beetje omhoog, maar voel hoe dat voor jou het beste voelt in jouw eigen lijf. Dus ontspan je hoofd naar beneden. Uitademen kan helpen, maak je rug rond, je schouders gaan naar voren, naar beneden. Met je bekken ga je wat naar achter, want we gaan naar de grond toe. En je buigt je benen. En kom weer omhoog. Vanaf de andere kant. Dus ronde rug. Adem uit, ontspan je hoofd, je armen. Ga naar de grond, buig je benen. Op die manier zak je omlaag. De tweede stap is dat we met de rechterarm naar links bewegen. Dus de rechterarm gaat naar de grond, naar links. En je ziet dat mijn rechterbekken ook beweegt. Dus mijn rechterarm draait naar links en mijn bekken draait ook mee naar links. Dus vanuit hier naar links en terug. Naar links en terug. Als je hier bent, gaat je gewicht wat op je armen. Je komt eigenlijk op allebei de tenen te staan, waardoor je met je knieën kunt indraaien. Kijk, want je staat op de toppen van je tenen en je knieën kunnen draaien. Nou, als je knieën ingedraaid zijn, dan breng je je bekken naar de grond. Dus je bekken naar de grond. En je bekken naar de grond. En je linkerarm opent en je zit. Dus nog even vanaf het begin. We zijn hier. We zwaaien de armen naar links. Op de tenen de knieën draaien in. Rechterkant naar de grond en je opent je arm. Even vanuit een andere hoek. We draaien naar links. Hielen van de grond. Draai je knieën. Bekken naar de grond. En open je arm. En nu we op de grond zitten, willen we ook graag weer leren hoe we overeind kunnen komen. Dat gaan we nu doen. Als we terug omhoog gaan, dan is één been voor en daarvan zet je de voet plat op de grond. En de andere been is gebogen en open. En het hoeft allemaal niet heel dichtbij. En het hoeft ook allemaal niet heel ver open. Ga gewoon zitten zoals het voor jou makkelijk is. Vanuit hier zet je je rechterhand op de grond. Want hier gaan we zo meteen ook op steunen. En de linkerhand open ik naar opzij. Wat ik doe is ik volg met mijn ogen deze hand en ik zet de hand op de grond en mijn hoofd gaat ook naar beneden. Dus ga weer zitten en volg je hand en terug.
volg je hand omhoog naar beneden en terug. Want anders krijg je dit en dan heb je heel veel spanning in je nek. Dus naar beneden. Vanuit hier is er gewicht op mijn voet en op mijn twee handen. En kan ik mijn bekken omhoog tillen. Dus til mijn bekken omhoog. Til mijn bekken omhoog. Als ik hier ben, dan ga ik op twee voeten. Dus ik til mijn bekken verder omhoog. Til omhoog. En dan ga ik naar mijn voeten toe en ik rol omhoog. Hoe ziet dat er dan in zijn geheel uit? Hand opzij en ik kijk ernaar. Ik ga naar de grond. Kom omhoog. Kom omhoog. En ik sta. Even helemaal naar beneden en omhoog. Rechts voor, links achter. Ik zak naar beneden. Handen naar de grond. Draai mijn knieën in. Huppakee. En ik zit. Mijn hand is hier. Ik volg. Zet neer. Draai. En ik kom omhoog. Als ik dat de andere kant op zou doen, met mijn linkerbeen voor. Ik zak naar de grond. Ik draai. Draai mijn knieën in. En ik zit met mijn arm naar de grond, bekken omhoog, op mijn tenen en ik rol omhoog. Nou, ik hoop dat deze beweging een stuk makkelijker voor je is geworden. En misschien is het wel een feestje om het te doen. Ga er in ieder geval mee aan de slag en blijf het oefenen zoals ik al in de inleiding zei. Want alles wat je niet meer doet, vergeet je en dan wordt het weer net zo lastig als toen je hiermee begon. Vind je mijn video's interessant? Wil je er geen één meer missen? Dan kan je lid worden gratis van mijn YouTube-kanaal door op abonneren te drukken. Volgende week zie ik je natuurlijk weer met een nieuwe video. Tot dan!